En winkeliers hebben het heel erg moeilijk tijdens de COVID-19-pandemie. Dit zegt Gretel Wolfram, voorzitter van de Winkeliers en Ondernemersvereniging Suriname. Winkeliers verkopen van achter een luikje of een plastieke afscherming bij de kassa uit eigen bescherming. Maar dat wordt hen niet altijd in dank afgenomen. Wolfram zegt dat winkeliers een moeilijke tijd doormaken. Klanten die zich niet houden aan de COVID-19-maatregelen kunnen voor onaangename situaties zorgen in de winkels. Hoewel het dragen van een mondkap en het houden van sociale afstand verplicht zijn, gaat het volgens Wolfram soms toch mis. Daarnaast worden de Chinese winkeliers vaak geconfronteerd met rassensentimenten. Dit gebeurt wel eens wanneer klanten bepaalde producten te duur vinden. De Chinese winkeliers worden vaak als de schuldigen gezien van prijsopdrijving. Daarnaast moeten de klanten zich ook wel houden aan die anderhalf meter. En niet bijvoorbeeld goederen pakken, bij de kassa zetten. Teruglopen naar de rekken. Weer andere goederen zetten, dan weer teruglopen. Nee, dat is eigenlijk niet hoe het eigenlijk aan toe moet gaan. Je moet je spullen in een mand zetten en die mandjes worden ook steeds weer ontsmet. Dus dat zijn van die situaties. En als klanten achter elkaar staan bij de kassa. En als de ene klant iets wil zeggen aan de andere klant van anderhalf meter, dan krijg je ook weer een andere trobie daar. En dat creëert dan ook weer een soort van haat naar de winkeliers toe, waardoor de klanten het ook wel makkelijker afreageren of wanneer dat de klanten ook makkelijker iets afreageren naar de winkeliers toe. VHP-parlementariër Shuangrei Wang zegt dat de Chinese winkeliers de vele voorzorgsmaatregelen treffen omdat ze het virus heel serieus nemen. Ze hebben van dichtbij gezien wat de effecten kunnen zijn van het COVID-19-virus. Wang vindt het goed dat de winkeliers alert zijn, want alleen op die manier kunnen besmettingen voorkomen worden. Ik denk dat het ook komt doordat de meeste Chinezen in Suriname ook familie en vrienden hebben in China. En ze hebben dus altijd gevolgd hoe ernstig de coronavirus is. En trouwens hebben we ook gezien in Suriname, gaan ze in alle winkels, hebben ze een plastic shield gezet rondom die kassa. En als je naar binnen gaat moet je natuurlijk de maatregelen treffen. De temperatuur wordt gemeten, de hand sanitizers worden gebruikt. En ik ben wel heel erg blij dat ze de situatie serieus nemen. En dat was dus VHP-parlementariër Shuangrei Wang. Hij sprak in het COVID-19-journaal van de overheid.